Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we brede opklaringen, maar ook enkele stapelwolken en boven de achterhoek en de Limers zat nog een gebiedje met laaghangende bewolking. Uiteindelijk is dat vanmiddag overal opgelost. Dus flinke zonnige periode en vanavond zien we ook de stapelwolken weer verdwijnen. Het wordt daardoor een heldere avond en nacht met temperaturen uiteindelijk dalend naar zo'n 5 tot 10 graden. Frisse nacht dus staat wel wind en daardoor is de kans op nevel en mist veel kleiner dan afgelopen nacht. Denk eigenlijk dat er nauwelijks iets gaat ontstaan. Morgen overdag opnieuw op flinke zonnige periode. In de ochtend is het zonnig, later weer een paar stapelwolken. Meeste wolken verwachten we in het oosten en noordoosten. 18 tot 20 graden wordt het. Fractie minder wind dan vandaag. Vrijdag opnieuw een fraaie dag, maar in het noordoosten wel kans op een bui. Daar is ook meer bewolking. Zaterdag begint met zon, en later op de dag komt er vanuit het zuiden regen en bewolking. Dat geeft de start aan van een nieuwe wisselvallige periode. Ik ben Michiel Severin van www.wiplace.nl.